hier op de ambulancepost A2 Leende. Hij staat er al eventjes, maar vandaag toch een heugelijk moment. Ja, we hebben hem al een paar jaar in gebruik. Maar door COVID hebben we de opening uitgesteld. En de burgemeester belde mij op en die zei... we hebben deze post ook te danken aan de gemeenteraad van Heze Leende. Het zou wel mooi zijn om nu stil te staan in een kleine setting... om stil te staan bij de ingebruikname. Ja, we hebben ervoor gekozen, dat was ook de opdracht van de gemeenteraad... om een gebouw er neer te zetten wat duurzaam was, maar ook energie-neutraal was. Dit is een pand wat supergoed geïsoleerd is en daardoor ontzettend weinig energie verbruikt. En de energie die verbruikt wordt, wordt ook zelf opgewekt middels zonnepanelen. Daarmee is het volledig energie-neutraal, maar ook heel erg duurzaam. Waarom is er toentertijd gekozen voor de locatie Leende? Het is zo dat het RIVM bepaalt en het ministerie van VWS bepaalt in welke postcodegebieden de posten moeten zijn om voor de spreiding en paraatheid in iedere regio te zorgen. Dus het postcodegebied was eigenlijk aangewezen. We zaten hiervoor in een locatie in Valkenswaard. Die was verouderd en zo hebben we gezocht naar een locatie in hetzelfde postcodegebied. En we zochten ook heel bewust naar een samenwerking met de gemeente. Omdat wij ervoor kiezen om geen panden in eigen beheer te bouwen. En we hebben daardoor aan de gemeente gevraagd, willen jullie een pand voor ons bouwen? Wat wij dan 40 jaar van jullie terughuren. En zo is deze samenwerking tot stand gekomen. Ja, wat opviel was ook de woonkamer binnen. Dus echt een ruimte ingericht als een woonkamer. Ja, nou, ambulancepost bemensen, de ambulanciers zoals we dan noemen, de bemensers van de ambulance. Dat zijn dus mensen die vaak moeten wachten. Dus er moet een prettige ruimte zijn om daarin door te brengen. Ook die ruimte wordt weer via zonnepanelen verwarmd. En wat ook heel bijzonder is, dat er natuurlijk ook een ruimte moet zijn dat mensen die echt traumatische dingen meemaken, wat ze meemaken, dat er ook echt de mogelijkheid is om samen daar even over na te praten en ook weer met een goed gevoel naar huis gaan. Want deze mensen krijgen natuurlijk nogal wat voor de kiezen, lopen tegen de meest extreme vormen van ellende aan. En dan is het ook heel erg goed dat je samen ook weer af kunt schalen om dit beroep ook inderdaad vol te kunnen blijven houden. Kun je iets vertellen hoe groot het gebied is wat vanuit deze ambulancepost bestreken wordt? Zo kun je er niet naar kijken. Het is zo dat wij 5 posten hebben en een paar steunposten in de regio. En iedereen denkt altijd dat alle ambulances altijd vanuit de post vertrekken. Maar in principe werkt iedere ambulance medewerker voor de hele regio. Je hebt een opkomstlocatie, bijvoorbeeld de opkomstlocatie Heze Leende. En we spreiden die auto's over het hele gebied van Brabant Zuidoost. En soms ook wel aan onze buren, daar waar het nodig is. Dus het kan goed zijn dat een wagen van hier ook ingezet wordt in Eindhoven. Ja, tot slot gaf u net in het openingswoord ook aan, gekscherend een 112-plein hier. Er komen ook nog 2 nieuwe buren bij hier. Dat klopt. De bedoeling is dat inderdaad Sprankenis hier zichzelf gaat realiseren. En hier gaat ook een nieuwe politiepost verschijnen, zodat we en brandweer en ambulance en politie en ook de sleepdiensten op 1 terrein hebben. Het hulpverlenersplein, het 112-plein zoals het ook genoemd wordt. Het zal ook een beetje een model gaan worden in Nederland. Wat hier dit heel erg bijzonder maakt is dat we bijna een rechtstreekse ontsluiting hebben op de A2. Deze mensen achter ons hebben dus ook een rechtstreekse uitrit. Die nagenoeg op de A2 eindigt en waar ze meteen kunnen invoeren. En dat betekent dat je heel snel weg kan zijn en niet door een woonwijk hoeft enzovoort. Dus dat zijn nogal wat dingen. En het mooie is, toen wij 12 jaar geleden met de regio spraken over hoe moet de toekomst van de brandweer eruit zien. Toen waren er zelfs vraagtekens van, ja, zou Leende wel blijven kunnen bestaan? En inmiddels is het zover dat het gewoon het kloppend hart is geworden. Want door het feit dat en politie en brandweer en sleepdiensten hierbij komen, betekent gewoon dat de brandweer natuurlijk onmisbaar is geworden. Dus daarmee hebben we ook veiliggesteld dat onze brandweer ook hier voor de lange termijn kan blijven. Okay.